Erger je je wel eens aan mijn autisme? Hé, hey Milena. Waaraan merk iemand dat jij autisme hebt? Omdat ik misschien in sommige, als iets verandert, als ik dan... Ja, hoe moet ik dat ook weer uitleggen? Iets verandert in je... In je structuur bijvoorbeeld? Ja. Bedoel je dat? Ja. Dan raak ik een beetje overprikkeld en dan... Ja, is het een beetje te veel allemaal. En... Dan ben je een beetje stuur kwijt, hè? Ja. Ja. En anders, normaal gesproken, ziet niemand het aan jou, hè? Nee. Niet zo vaak, hè? Nee. Ook wel eens bij ons bij de vereniging, dus vragen ze Milena. Ja. En dan leggen we het uit, maar niet iedereen ziet het natuurlijk. Nee. Hè? Ik denk dat je het er maar net moet weten. Ja. Als je het... Dus als iets verandert, dan kunnen mensen dat aan jou wel merken. Ja. Ja. Denk ik wel, ja. Hé, hey, en de volgende vraag heb ik voor jou. En als er nou een pil bestond, hè, waarmee jouw autisme zou verdwijnen, zou je dat willen nemen? Nee, want ik ben gewoon wie ik ben en ik hoef dat niet te veranderen. Ook niet zo als ik eentje uit de zak hou en zeg, nou, kijk eens. Nee. Nee? Nee. Je bent gewoon wie je bent, hè? Ja. Ja, dat vindt papa mama ook. Heeft mijn diagnose autisme je leven veranderd? En zo ja, hoe? Nou, toen we diagnose kregen, toen wisten wij natuurlijk helemaal niet zo goed waar we helemaal heen moesten. En door middel van uitzoeken en gemeente hier, gemeente daar. En toen langzamerhand vonden we steeds meer de weg. Ja, en dan ben je natuurlijk, je leven staat nog niet op de kop, maar het is toch in één keer, het verandert in één keer iets. Omdat we nog een jongere dochter hebben, jouw zusje. En daar ging alles wel gewoon helemaal van het leien dakje. Maar bij jou was de start wat moeilijker met wat dingetjes. Ja, doordat het diagnose krijgt, verandert er wel iets. Ja, je moet er wel in één keer heel veel meer dingen voor doen. We hebben er toch voor gekozen om ons toch te laten een beetje scholen en een beetje cursussen. En dat doen we met alle liefde, maar het verandert wel. Dat klopt. Maar dat is niet erg, toch? Nee. Nee. Dan heb ik een vraag voor jou dan. Wat vind jij moeilijk vanwege je autisme? Wat ik moeilijk vind is met andere mensen praten en andere mensen aanspreken. Of als er iets verandert, dan bijvoorbeeld dan om er gewoon op te reageren en dan dat het zo is. Maar... Ook het sociale vlak bedoel je? Ja. Ja? Ja. Maar niet bij iedereen? Nee, niet bij iedereen. Dat is niet altijd, maar... Zou jij wel eens een paar dagen in mijn hoofd willen zitten? Nee, ik heel graag. Ja. Papa zou wel willen zien wat allemaal in je hoofd rondspeelt. Weet je dat wij nog wel eens een keer zo'n belevingscircuit gedaan hebben, mama en ik? Ja. Dat heel veel prikkels kregen in ons hoofd, zeg maar, met heel veel van die oefeningjes. Ik zou wel eens wel een dagje in je hoofd willen zitten om gewoon misschien nog beter te begrijpen. Nog beter. Ik kan misschien mij niet, maar toch nog beter. Ja? Ja. Ja. Vind je dat gek? Ja. Ja, eigenlijk wel. Sorry. Want is het altijd druk in je hoofd? Niet altijd, maar wel vaak wel. Dus... Ja. Ik hou wel een beetje van drukte. Maar wat vind je dan makkelijk vanwege je autisme? Wat vind ik makkelijk? Moeilijke dingen, maar het zijn wel makkelijke dingen, toch? Ja, wat vind ik makkelijk? Misschien als ik voor een bepaald onderwerp of iets waar ik me heel erg interesseer, dat ik er dan ook, leg ik dat uit, dat je dan ook veel voor doet, denk ik. Nou, hoe bedoel je? Wat voor onderwerp? Wat vind je interessant dan? Bijvoorbeeld als ik iets interessant vind. Maar je vrije tijd of wat? Ja, meer mijn vrije tijd. Of op school ook. Ik ben heel goed in Nederlands en als ik daar dan mee bezig ben, dan lukt het ook wel. Of gewoon de geschiedenis en zo. Vind ik heel interessant. Dus daar weet ik heel veel over. En als moet ik het ook wel leuk vinden.
En boeken lezen? Ja, dat ook. Over bepaalde boeken weet ik wel heel veel. Ja. Want je was al heel jong, las je al boeken, hè? Ja. Erger je je wel eens aan mijn autisme? Dat vind ik wel een mooie vraag. Ja, vind ik af en toe misschien soms ook wel lastig, ja. Ja. Ja, weet je waarom? Soms bijvoorbeeld, stel voor dat we ergens spontaan willen gaan en ik heb je niet voorbereid. Dat is niet altijd, dit wordt wel met jaren beter, moet papa zeggen. Maar soms is het wel lastig om in één keer heel spontaan iets te doen, zonder je uitgelegd te hebben waar we heen gaan, hoe lang het rijden is, of je daar naar de wc kan, want dat is ook altijd een vraag, hè? Nee. Nou, niet meer. Maar die vind ik wel af en toe wel eens lastig, ja. Dat soms in één keer spontaan niet zo in één keer kunnen switchen. En toch proberen we dat. Welke dingen doe ik dan iets voor jou, waar jij iets aan hebt? Nou, ik denk gewoon heel veel dat je heel veel cursussen doet. En dat je samen met mama ook, dat je altijd voor mij klaar staat. Of dat je, zulke dingen, denk ik. Wat doen we bijvoorbeeld 's avonds? Als ik je af en toe vraag je wel eens van, nou, wil je me naar bed brengen? En wat doen we dan? Dat ik jou dingen vertel, dat ik mijn hoofd kan leegmaken. Of, ja. Dat zeggen we altijd, wat gaan we doen? Mapjes sluiten. Ja, dat ik er zelf niet meer mee zit. En, ja. Ja, en dat werkt goed, hè? Ja. Dan heb je wat aan. Ja, of als wij een planbord en dan opschrijven wat er in de week gebeurt. En dan, dat jullie dan ook opschrijven wat jullie gaan doen. En, we geven je wel veel rust, toch? Ja. Maak je je wel eens zorgen over mij? Natuurlijk maak ik. Elke ouder maakt zorgen over zijn kind. Natuurlijk maakt papa wel zorgen om jou. En ik hoop natuurlijk dat gewoon ook door onze begeleiding en al iedereen om ons heen, dat je gewoon straks ook evenwichtig wordt en dat je gewoon je weg vindt in de maatschappij. Natuurlijk maken we er zorgen over. Nou, zal het allemaal natuurlijk wel goed gaan en we doen ons best en jij net zo. Ja, tuurlijk. Dus vrij logisch toch? Maar het is niet zo dat ik 's nachts van wakker lig. Maar als we eens met jou over praten, denk ik van zal het wel goed komen? Vast wel, denk ik altijd wel. Maar van een beetje verminderen, altijd een beetje zorgen toch? Ja. Ik denk dat het wel goed is. Waar ben ik goed in volgens jou? En jij bent in heel veel dingen goed in. Wat je net eigenlijk in de vorige vraag een beetje omschreef, dat je best veel goed in bent in heel veel informatie inwinnen, heel veel dingen verzamelen, heel gedetailleerd bent. Ik heb bijvoorbeeld jouw kamer, dus altijd keurig netjes, altijd opgeruimd. Je bent geordend. Je bent heel goed in dingen uitleggen. Je bent, ik vind wel heel veel voordeel in jouw autisme wat je doet, zeg maar. Daar ben je heel goed in. En je toch ook vrienden maken, wat je dan ook doet met scouting. Daar heb je ook heel goed in. Daar zit je ook echt op je plek. Dat vind je wel heel goed in zulke dingen. Als je iets echt leuk vindt, dan verdiep je ook en dan komt het ook echt uit. Maar erg jij ook wel eens mensen zonder autisme? Ja, want als ik soms dan iets uitleg en dan begrijpen jullie niet wat ik bedoel of... Wij niet of gewoon mensen om ons heen? Ja, jij ook niet. Jij soms ook niet. Nee, ik soms ook niet. Nee. En of als ik dan, niet per se met jullie, maar als ik dan bijvoorbeeld heel erg overprikkeld ben en zo en dan... Snappen sommige mensen dat dan niet, dat ik dan even ergens anders heen wil, of dat ik dan niet bij diegene in de buurt wil zijn of zo. Ik snap wat je bedoelt. Dat was ook wel eens, denk ik, met tijdens de carnaval of zo, heb ik ook wel eens meegemaakt, hè? Even dingen veranderen en dan toch even... Bedoel je meer dat soort dingen, dat mensen dan even nog niet helemaal snappen van, wat gebeurt er? Ja. Ja, ik erg me ook wel eens mensen aan die het helemaal niet weten. Ja, dat is wel vervelend. Maak jij je wel eens zorgen om mij? Ja, want ik wil altijd weten waar jullie zijn of waar jullie heen gaan of hoe laat je thuis komt of... Nou ja. Ja, zulke dingen. En als ik dan bijvoorbeeld net 10 minuten later ben, dan maak ik me altijd wel meteen zorgen van waar blijf je of... Ja, waar je ben je? Je belt me niet meer laatst tijd op de fiets, hè? Nee, dat niet meer. Dus je maakt je wel eens zorgen, ben je onderweg? Ja. Ben je bijna thuis, papa? Ja. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak meer, maar... Nee, eerder wel. Je stelt wel veel vragen waar ik heen ga. Ja. Wat maakt mij bijzonder dan? Wat maakt jou bijzonder? Dat je
bijvoorbeeld als je ergens voor gaat, dat je dan ook doet. En ja, dat je niet eens nou, als je ergens mee bezig bent, dat je het ook afmaakt. Of dat je heel erg inzet voor dingen en zo, denk ik. Ja? Ja. Dat vind je wel bijzonder. Ja. Oké, dankjewel. Wat maakt mij bijzonder? Ja, jij bent zoals je bent, Milena. Jij hebt ook gewoon jouw talentjes, ook met je autisme. En dan maakt papa is bijzonder trots op jou, hoe je doet. Je bent gewoon zoals je bent en ik vind jou dan bijzonder in het geheel.